Ik denk dat Joost klaar is. Ja, en het, als je nu emeralds vindt, ben je sowieso door. Oh, goed. Ja, ja, precies. Oh, chips? Oh, nee. Hallo mensen van Efteling Junior, mijn naam is Duncan, Joost, Don, Harm en Kompel. Ja, en goedenavond masters, goed dat jullie er zijn. Welkom bij de goudmijnen van Baron Hoogmoed. Hey, als het een beetje mee zit, gaan jullie straks met een hoop iron, met een hoop gold en met een hoop diamonds naar huis. Oeh, althans, sommige van jullie. Oh. Anderen misschien net wat minder. Daarbinnen staan straks 3 villages om jullie emeralds in te ruilen voor iron. Ja, okay. Die emeralds hebben jullie nog wel nodig en die zitten in de kluisjes hier achter mij. Oh. 25 kluisjes. We gaan door tot alles open is gemaakt. Maar kies verstandig. Want in een van die kluisjes zit een TNT-blok. Oh. Als je die vindt, dan lig je meteen uit het spel en ga je met lege handen naar huis. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ik denk het. Ik sta voor om het een beetje eerlijk te houden dat de jongste mag beginnen. Oh. Dat ben ik. Doei dan. Gaan we doen. Tot straks dan. Succes. Ja, bedankt. Nou, bedankt. Dankjewel. Zo. Kijk. Nou, denk. Welke wordt het, hè? Welke wordt het? Oh, ik hoop niet dat je TNT pakt, anders moeten we allemaal zonder met lege handen. Ja, want wel als dit de eerste TNT is, oké? Hij pakt gewoon de middelste. Ga je doen? Ja. Kijk eens aan. Het is een goed begin. 2 emeralds. Heel goed, heel goed. Alright. Ze moeten heel veel paars openen. Wat is mijn strategie? Weet je wat, ik ga gewoon van links. Zal ik van links boven gaan? Ja, doe gewoon lekker, man. Ik voel wel een beetje iets explosiefs daarachter. Zeker. Oké. Alright. Dus, kom op. Wow. Ja, er is er maar eentje. Eentje is beter dan niks. Dit vind ik dan heel jammer. Ik wilde bijna zeggen Don, maar jij bent 34 of zo. Ja, heel goed. Dankjewel. Zal ik maar gaan dan? Ik voel 82 wel. 5! What? Oh, wow! Nee joh. Even krijg het lyrium. Hoe kan dat wel niet zijn? 5. Nou, zal ik dan even helemaal de rechterkant pakken? Boom. Boom. Ja, bam, dat zal je zien. Twee stuks. Ik ga naar prima. Ja, zal ik gewoon even helemaal in de hoek pakken? Ja. 81. Wow. Jongens, hij heeft een witte. Man heeft gewoon maar witte. Kom maar door. Nou, gaan we weer. Oké, okay. Weet je wat? Ik ga een beetje hier rechts iets openen. Nummer 40. Nee, ja, die wilde ik al. Nope. Nou, die is voor mij. TNT. Daarom, hè? Ja! Jij voelde hem ook, hè, 40? Ja, ik voelde mijn geldhartje kloppen. Dit zijn er gewoon even lekker 10. Jemig, man. Ik weet niet waarom, maar ik voel 36 vandaag. Nee, ik niet. Nee? Nee, er zit een boom achter. 5. Kijk, prima. Hij heeft hij weer 5. 2 keer 5, hè? Hij heeft weer 5 gekend. Gaan we doen? Dan ga ik voor mijn andere keuze. Dat was 25. Ik ga akkoord met 5 stuks. Ja, ik voel me niet zo gelukkig nu met mijn 2. Ik dacht dat ik echt de jackpot had. Nou, dan ga ik voor mijn leeftijd plus 2, hè? Weer 5. Volgende, Harm. Nou, het begint nu wel gevaarlijk te worden, hoor. Er zijn al aardig wat dingetjes geopend. Jij keek wilt het naar 51. 51 voel ik wel. Ik voel hem ook. Oké, 51. 5! Dat is Altekens. Ik zit er alweer op 16. Joost. Jongens, ik hoop dat er geen redstone achter deze deuren zit. Dat weet je niet. Nou, dan plof ik zomaar. Ja, dat is kaboom. Ik ga voor mijn leeftijd. Trapdoor is dat. Leeftijd is geld. Hij zit er 20, hè? 20 emeraldos. Prima. Ja, ik ga die hele rechterkant gewoon afwerken. Dus 70, mijn leeftijd. Dat had het heerlijk gevonden als dat daar gewoon even een tientje in. Hij zat een beetje krap vast, maar prima. Ja, maar ik ben nog te jong om te sterven, hè? Dat weten jullie wel. Oh, jemig. De kans wordt wel groter nu, natuurlijk. 1! Hij beter 1 dan TNT, hè? Dat is wel heel duur. Alle beetjes helpen. Ja, ik ben tevreden. Ja, nu is het niet meer leuk. Ik hoor hem al sissen. Ik hoor hem sissen. Ja, ik hoor hem ook sissen. Er zijn nog iets van 10 of zo. Ik ga voor 39. Oeh. Nee, ik ga. Oké, okay, nee. 4-5. 1. Oké, altijd. Ja, maar 39 is nu verdoemd, hè? Dus die gaan we niet pakken. Ja, doe dan. Nee, doe dan. Ik zou niet durven. Deze man. Risicootje. 69! Oh, 2. Ja, dat valt mee. Ik wilde het risico van 69. Valt mee. Jongens, welke voelen jullie? 85. Ja, ik wil de rij afmaken. Bingo. 1. Kijk eens. Ik ga akkoord. Oh, dit is echt spannend. Ja, maar de kans wordt steeds groter. Het wordt nou wel heel heftig. Ja, nee, 22. Moet ik gewoon de buurman pakken? Ja, man. Ja, ik zie het goed. 5 emeraldjes. Lekker man. Even op. Neem je tijd.
Ja. Ja, dit is niet leuk. Je moet er een beetje overheen hoeven met je kan helemaal af zijn, hè? Wil je een hulplijn inschakelen? Ja, ik wil graag mijn ouders bellen. Robin ten Brink bellen of zo. Voel je hem daar of niet? Oeh, 39 ik voel hier was heel de veel. Ja? Weet je wat? Ik ga voor 83. Let's go. Oh jee. Oh! Je hebt zo'n 2. Oké, okay, nice. 2. I'll take it. Oké. Jones. Oeh. Ben ik? Joost. Jij bent. Ja, ik wil eigenlijk helemaal niet. Kunnen we verruilen? Nee. Ik heb wel 22. Ja, jij hebt best wel wat. Ja, jij hebt wel het meeste te verliezen. Hij heeft wel veel, ja. Je hebt echt een goed voordeel. Al overleef je het. Ja, weet je wat? We gaan die rijweg spelen. Ik ga voor 84. Oeh, hij heeft er weer 5, jongen. Dit slaat echt nergens op. Is goed. Joost, ik gun jou die TNT. Gaan we gewoon deze twee rijen uitspelen? Ja, dat is wel het beste. Of gaan we... En dan moet je alleen 39, maar dat is wel een beetje vervloekt. 39 heeft wel de vloek. Oh, doe het. Ja, ga het doen. Sorry, ik weet niet, al heb ik een TNT, kan ik ook gewoon een warm bad nemen. Oh, ik moet in de kou blijven staan. We hebben twee rijen bingo, hè? Ja, dat is een goeie. 5 stuk erbij, dank u. Dit is het, toch? Het zijn er nog 6. Nee, joh. 1 of 6. Het is 1 of 6. Oh, nee, die jump zit hier. Pas snel op met dat ding. De kans is zo groot. Pas snel met dat TNT. Oh, nee, ja, ik ga voor 53, maar ik ben zo bang. Mijn handen trillen echt. Dood! Ja! Hou toch op met jou. Oké, ja, nou, ik ben wel aan het incasseren. Nog even 5 erbij. Dat ik bijna zit, van zit die TNT er wel in, weet je? Ja, het hartje zo gaat wel kloppen, jongens. 1 of 5. Dat kan al aan. 1 op 5. Nu wordt het krap. 66. Ja, dat is hem. Oh, 10! Zo! Oké, dat is een knoor. Ja, maar dit is vervelend, want nu moet ik. Hé, er zijn nog maar 4, hè? Er zijn er nog maar 4. 25% kans. Nee. Joost, neem je tijd. Ja, gebruik je sentence. Ik moet het even aanvoelen. Ik denk dat Joost Mike heeft master sentence, hè? Ja, ook, hè? Ik denk dat Joost klaar is. Ja, en het is, als je nu emeralds vindt, ben je sowieso door. Oh, ja, waar? Ja. Precies. Oh, chips? Dit is insane. Wat heb je nou weer? Emeralds. Dit is insane. Op. Hij is binnen. Hey, jongens, hij ik ga alvast even naar die villetjes toe. Ja, oh hemel. Kijk nou. Hoeveel zijn dit hier? We hebben 37, 51 en 67. Laten we even vooropstellen. Het is of jij, of Duncan, of ik. Ja. Ja, wij zijn de resterende 3. Precies. Oeh, ik voel me... Ik heb straks de 50-50. Er is een hele burden van mijn schouders af, zeg maar. Oh my god. Oh. Nou, Dom. Ik ga denk voor 67. Oh, Dom. Ik durf zelf niet te kijken. Oh, 10 stuks. Oh, Noliever, het komt aan op Dom. De 50-50, serieus. Zullen we samen? Ja, zullen we samen? Oké, jij opent en ik sta erbij. Ja, maar ik mag kiezen. Als jij nu geluk hebt, dan ben ik klaar. Welke wil jij? Waar heb jij het beste gevoel bij, Harm? Ik ga jou Minecraft zetten. Nee, want als ik... Nee, denk het is jouw beurt. Het is jouw beurt. Jij opent mijn eentje. Ine, mine, nee, ik wil het niet zien. Ik wil het niet zien. Oké, 51. 51. Nee, ga jij deel 37 tegelijkertijd opentrekken? Ja, oké, dan trek ik 37 over. Oké. 3, 2, 1. De laatste. Ik ga er vandoor, het was een mooie avond. Het was een mooie avond. Hey, Doei. Nou, de emmerals gaan inruilen bij de villagers. Ik wou zeggen, jullie hebben een hoop vriend. Ja. Zijn jullie klaar voor? Ik denk het wel. Kom, okay, denk het wel. Nou, dan gaan we. Ja, top. Mag ik die ook nog? Nee, die is echt van harde. Die is helemaal ploft. Masters. Nog met z'n 3 over. Ja. 3 deuren. Achter iedere deur staat er een villager om jullie emeralds om te ruilen in iron. Oké. Kies verstandig, want de ene deal is beter dan de andere deal. Oh. Dus overleg even goed. Ben benieuwd. Oké. Ik voel die rechterdeur wel. Ja, jij voelt de rechterdeur. Heb je een voorkeur? Of wil jij de rechterdeur? Ik heb wel een voorkeur, maar wat is jouw voorkeur? Ja, ik wil gewoon door midden. Jij wilt rechts. Ja, wil jij rechts anders? Ik wil eigenlijk links, maar dat is makkelijk. Dat is het makkelijk. Ja, dan is het heel makkelijk. Wat is je beweegreden voor rechts? Nou ja, compoststaten. Dat is het wel is zijn zo. Werk om de beste keuzes te maken, altijd. Als je naar de beste villager wil, dan moet je langs kompel. Ja, hij doet dit werk al jaren, dus... Ja, ga maar. Ja, prima. Oh, timmer. Nou, ga jij dan links? Dan ga ik dan naar links. Oké. Oké, ja, ik begin er toch wel een beetje te twijfelen. Wil je ruilen? Gewoon even. Wil je ruilen? We kunnen nog ruilen. Nu kan het nog. Steenpapier schaar, Joost, ruilen of niet? Ja, nou niet. Nee, dat gaan we gewoon. Zonder ruilen. Oké. Is dit hem? Ja, dat is hem. Oké. Ja. Daar gaan we.
Huh? Oef. Oh, oh, ik moet hoofdrekenen. 1 emerald is 3 iron bij mij, jongens. Ik heb 2. Ik heb 1 is 1. Zo. Nou, dan heb ik dus de beste conversie. En hoef jij niet te rekenen dan? Nee, dat is ook wel weer makkelijk. Ja. Fijn. Ja, ik kom uit op 63 volgens mij. Ja, ik heb 2 iron. Dan heb ik 29. Zo, dus kom maar bij. 1 onthouden. 74. Oef. Waarbij moest je de 1 onthouden? Ja, geen idee. Dat is goud. Zullen we gewoon doorlopen? Ja. Ja, je hebt gewoon wel het meeste, hè, door ronde 1. 74. Nou, ik... Ja, bedankt. Bedankt. Zullen we gaan? Ja. Oké. Okay. Hey, Masters. Gefeliciteerd. Hey. Goede deal kunnen maken. Ja, ja, zeker. Hoeveel zoveel zit je nu? Ik op 63. 63 iron? Ja. Dat is een hoop. Jij? 74. 74 ja. Zelfs. Daar moet alleen maar... Miezerige 29. 29. Maakt niet uit. Hey, nieuwe deuren, nieuwe kansen. Oh, achter 2 van deze deuren ligt een fantastische stapel met goud voor jullie. Oh. Ja, die wil je hebben. Ja. Want achter die derde deur staat een creeper. Oh, ja, dan pak je iron in, lig je uit de challenge. Nee. Ja. Oh, oké. Okay. Dus kies goed. Oké. Gaan wij dan overleggen wat we moeten doen? Ja, ik denk dat wel. Ja. Ik wil eigenlijk links. Oké, okay, overtuig me. Waarom wil je links? Nou, omdat ik ervan overtuigd ben dat de middelste deur niet 2 keer perfect is. Dan pak ik het midden. Ja, want ja, denk ik. Juist links gaat wel 2 keer goed uitpakken. Ik ga het midden pakken, want ik geloof de theorie niet. Hoe gaan we dit uitvechten? Ik wil rechts. Ik ga rechts. Ik heb al voor midden gekozen, dus ga je maar wisselen. Dus nou. Jij gaat dan links? Nou, ik begin nu wel te twijfelen aan je theorie, jongeman. Het is jouw theorie, niet mijn is. Ga je er nog wisselen over zitten? Ik ga naar rechts. Ik wil mijn goud innen. Wat wil jij? Ik wil het midden. Oké, okay, nou, dan ga ik links, okay, jongen. Jongen. Nou, jongen, prima, jongen. Zo, hey. Hier is zeker weten. Ja. Ja? Ja? Ik zou zeggen... Nou, zullen we nog even ruilen? Nee. Ja, we kunnen niet. Ik sta vast. Ik zou zeggen, draai maar om. Dan gaan we de deur open gooien. Ja, ik ben hier. Het is heel spannend. Oh, nee. Nee! Hey! Nee, Duncan, heb jij de creeper? Oh, ik heb de creeper. Oh. Links is dus wel 2 keer fout. Oh. Jij wilde nog ruilen. Hey, groetjes aan Harm. Ik ga mijn goud halen. Ja, ik zie ook goud. Wat heb jij? 10? Heren, pak jullie goud. Ga naar boven. Ik zie jullie daar zo meteen. Duncan, ja. Hier houdt het op. Oh, man. Ja, ik neem jou mee. Kom maar. Oké. Okay. Hey, Charles, hè? Oké. Adem. Hoppa. 15 gaan blokjes. 10. Nou, dan zal hij boven ergens zijn. Ongetwijfeld. Ja, hij weet hier beter de weg dan ik. Ja, ik wil zeggen. Dit zijn thuisvol natuurlijk. Ja, oké. Okay. Het loopt al een beetje dood ja, hier. Ja, dit is, ik wil ook weer niet verder betreden. Ik wacht wel even anders. Hij zou komen, we toch? We wachten anders wel even op hem. Ja. Hij zou komen, dus. Oh. Hey. Hey, koppel. Daar is hij. Masters. Hey. Jullie zijn ver gekomen. Ja. Allebei iron. Ja. Yes. Allebei gold. Zeker. Yes. Kijk, hier achter deze deur, hè. Volg de mijnrit. En aan het eind van die mijnrit liggen er nog 10 diamonds op jullie te wachten. 10! Zo! Maar die zijn niet zomaar voor jullie. Oh. Nee. We gaan een spelletje spelen dat heet stelen of delen. Ja. Okay. Als jullie er allebei voor kiezen om die stapel van 10 diamonds met elkaar te delen, dan krijgen jullie allebei de helft. Kies er echt de één voor te stelen en de ander voor het delen, dan gaat alles naar de steler. Kiezen jullie ervoor om allebei te stelen, gaan jullie naar huis met helemaal niks. Dus kies verstandig. En voor ik het vergeet te zeggen, jullie krijgen straks nog een blinddoek om. En jullie zien pas bovenaan of je elkaar kon vertrouwen, ja of nee. Oh. Ja. Dus maak je keuze, geef hem aan mij door. Dan plaats ik jullie in of de deelrij of de stilrij. Oké. Okay. Oh. Succes. Nou, Joost. Aangenaam. Hey. Hey. Joost, niet te vertrouwen. Oh, wat fijn. Nee, dat is wel leuk. Ja. Kijk, kom op. Hey, als we allebei gewoon die 5 diamonds hebben, dan komen we er gewoon beter van aan. Dat dacht ik dus ook. Ja, dat was maar, ja. Want we hebben dan sowieso een voordeel op die 2 jongens. Dan kunnen we sowieso een zwaardje maken. En dan kunnen we sowieso een leuke eindstrijd maken. Precies. Dat vind ik wel leuk. Weet je, net zo wel, lekker eerlijk. Ja, maar hoe weet ik dat jij niet als een rat gaat gedragen? Ja. Ik wil je vertrouwen op je lieftallige ogen. Kijk maar eens aan, Joost. Ik weet het niet goed. Hè. Is een rat? Is nee, een rat, man? Nee, Don. Oké, okay, waar schudden we op? Een schud op het delen. Ja, oké, okay, op het delen. Maar wat als dat niet gebeurt? Dan, oké, okay, als het niet gebeurt, dan geef ik jou... Ja. Ik geef je gewoon de helft van mijn iron als ik lieg. Als je een rat bent. Ik heb 74 iron, dat is veel iron. Dat is veel iron. Ja, als ik een rat ben, als krijg je een iron. Rat. Oké, okay. Ja. En als ik een rat ben, krijg jij 5 golden apples van me. Delen. Keuze gemaakt. Ja, zeker. Ja, jullie kunnen elkaar vertrouwen.
Ik heb er nog één gedaan. Ja, ja, dat is een lieve jongen. Top, dan mogen jullie allebei je blinde kom doen. Oké. Okay. Okay. Het is te strak voor mijn hoofd. Ja, jullie kunnen niks meer zien? Nee, ik ben blind. Kijk, top. Don, mag ik jou meenemen? Dan ga ik zo meteen nog eens vragen wat je keuze was. Oké, okay, kom. Ik vertrouw je, Don. Gaan we niet bamboezelen, Don? Ik ga niet bamboezelen. Oké. Okay. Continu. We hebben een afspraak. Ja, daar gaan we nu. Ja, top. Hop. Hey, heb je er eigenlijk al wel eens ingezeten? Ik heb hier nog nooit ingezeten. Nog nooit? Kijk, okay, ja. Dat wordt nog leuk, dat wordt nog leuk. Zeg, hey Don. Ja? Net met z'n tweeën zei je heel braaf, we gaan hem delen. Mm-hmm. Wat is nou echt je keuze? Ik wil hem wel stelen. Top, dan mag je met me meelopen. Oké. Okay. Ja. Eerst gaan we vooruit. Ha, hij prikt. Daar mag je overheen. Oeh, hemel. Ja, oké, okay, ik zit. Zit je lekker? Ja, nou ja, ik zit lekker. Top. En vanaf nu, mondje dichter. Komt-ie. Joost. Oh. Je kan nog steeds niet zien, hè? Nee, waar ben je? Top. Hey. Hi. Don is weg. Ja. Wat is nou echt jouw keuze? Ik moet toch delen. Ik moet delen. Ik kan niet anders. Regel, ik heb het afgesproken. Top, top. Mondje dicht vanaf nu, hè? Ja. Loop je met me mee? Ja, ik loop mee. Oh, dat vind ik niet oké. Okay. Oké, okay, dus Don en Joost spelen een spelletje stelen of delen. Voorste rij is stelen. Achterste rij is delen. Okay. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Oh, daar komen ze. Komen ze. Ja, ik ze denk wel. Dat ze niet gaan snitchen. Wat doen ze? Ik denk dat ze elkaar vertrouwen, want ze hebben het wel echt nodig, hè, denk ik. Oké. Okay. Oh. Komen ze. Dom, je achterbakse zak! Oh, daar zit je! Oh, de kracht van zonder hem ontvangen! Zak Patel! Ze gaan ontvangen, hè? Ja, dit is wel. Nee, joh! Ik krijg 5 goede helpers van je, jongen. Jongen. En ik moet denken dat ik je kon vertrouwen. Nee. Daar kom ik moeilijk uit. Kom eens hier. Nee! Rot op! Je krijgt hem wel gouden appeltjes. Ja, je bent echt boos. Dom, je wel verdiende diamanten. Oh, gefeliciteerd man. Goed gedaan. Oh. Oh. Jij je bij aankijken, nog extra in mijn ogen aankijken. Ook, ja, maar dat was de truc. Ik wist al vanaf het begin, ik ga stelen. Al was het dubbel steel, had het me niet uitgemaakt. Ik ga Don echt niet vertrouwen in de finale hoor. Ik pak hem wel in die finale. Ik heb weet één ding zeker, hij krijgt de volle focus wel in de finale. Ik heb nu al 5 gouden appels, dus daar kan ik het mee doen. Kijk, precies, dat was de deal zeg maar. Maar goed, dat zien jullie tegen die tijd wel weer. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Beloon dan zeer zeker met een duimpje omhoog. Ik ga het sowieso doen. Aanstaande woensdag zijn we ook weer te zien op het kanaal van Legends of Gaming. Dus wip tegen die tijd daar dan even naartoe. Maar abonneer ook eventjes op dit kanaal. Zien we jullie tegen die tijd weer. Doei! Doei!